Spreek jij Russisch? Wel, ik heb bij toeval ooit een pennenvriendin gehad in Siberië. Dat je daar niet gaan wonen bent? Wel, ik was er ook gewoon, mocht niet van thuis. Ah, ja. Maar ik heb in ieder geval, die vriendin heeft mij een mondje Russisch geleerd. Laten we zeggen dat ik Russisch praat zoals Patrick de Waal kan skiën. Ah, ja. Kent u Anna Kournikova? Moet ik nu liegen? Ja. Ja. Heb je nu gelogen of niet eigenlijk? Ah, ja, maar ik laat je ook graag in twijfel. Ja, ja. Maar ik heb die. Ik denk dat ik die ooit eens zien tennissen heb. Voor de rest heb ik die al dikwijls gezien. Ja, klopt dat, Erik? Ik denk dat ik die ook eens een keer zien tennissen heb. Ja, het zou kunnen. Ik kan daar niks aan toevoegen, Mark. Ja. Nee, dat is. Nee, ze is 22 jaar en ze komt uit Moskou. En ja, het is een superster. Word jij vaak aangeklikt? Wel, het is heel gênant. Ik heb het eens opgezocht en ik word gemiddeld slechts 1 keer aangeklikt per dag. En meestal moet ik het dan nog zelf doen. Ah, ja. Erik, die Anna Kournikova, ze is mooi, maar is ze eigenlijk ook sympathiek? Wel, dat weet ik niet. Omdat ze staat bekend om haar woede-uitbarstingen en haar boze blikken. Enfin, ja. Ja. Net voor mij was er een rel met een Portugese journalist die haar onverwacht had gekust tijdens het interview en die moest zijn tape afgeven. Dus ja, daar was ik niet content over. En ik kreeg dan ook de waarschuwing dat ik alleen maar ernstige vragen mocht stellen. Oei. Maar dat kan ik niet. Ja. Dus ik was heel nerveus. Maar gelukkig sprak ik dus vlot Russisch en dat heeft, denk ik, geholpen. Ja, oké. Okay. Dobrý deň, Devkada Kournikova. I'm sorry? Oh, that was my Russian. Dobrý deň? Yes, that's good day, but then what happened? Devkada? No, that's not Russian. Miss. I was missing. Gispacha. Gispacha. Yes, okay, Gispacha. Got it now. But can I call you Anna? Or? Yeah, of course. Yeah, okay. You can call me Eric or Enrique or whatever arouses you. There's a strange thing. I'm normally a very lonely person. I don't have friends. But this week I told everyone that I was going to see you, and suddenly I had lots of friends. Oh. There, I have this feeling that every guy in the world is practically in love with you. I don't see why. I see why. But is that fun or is that tiring? I don't know. It's a little bit hard for me to imagine how they can be in love with me if they don't even know me. I know, but that's the way it seems to work. Yeah. Yeah. Well. But can you still walk the street without being bothered yeah. or? Yeah. Yeah. Or construction workers whistling at you, or... Sometimes. You like construction workers? As long as they do their job. Ja. Ja, Mark, je had me gevraagd om meer inhoud en meer diepgang te geven aan de interviews. Ik ga daar volgende week mee beginnen. Ja. Heel goed. Ja. Ik had u ook gevraagd om je haar te wassen. Volgende week. Over 2 weken, ja. Hebt u het Russisch van Erik van Looy een beetje begrepen? Ja, die en Dobre, dat ken ik ook. Ja. Ah ja, toch. Kun je nog eens herhalen, Erik? Wat zei jij nu precies? Dobrý deň, Bevkata Kournikova. Goeiedag, juffrouw Kournikova. Bevkata? Hoe zei Kournikova dat? Ja, ze zei gespatje of zoiets. Ja, en jij maakt daar Bevkata van? Ja. Vies, Erik. Ja, dat was... Maar goed, vertel, hoe zit het nu echt met dat liefdesleven van Kournikova? Want daar lezen we veel over. Ja, wel, soms wordt er gezegd dat ze nog maagd is, en wel op haar 22e. Maar vaak wordt er dan ook gezegd dat ze net heel veel vriendjes heeft. En vooral ijshockeyspelers. Dat zijn mannen met lelijke tanden, meestal. En er is ook een gerucht dat zij een relatie heeft met de zanger Enrique Iglesias. En dat is een beetje de Spaanse Gary Hager. Maar met, maar met 5 kinnen minder, zo te zien. Ja, ja. Nee. Maar ook die relatie is eigenlijk nooit officieel geworden, dus het blijft allemaal een beetje wazig en mysterieus eigenlijk. Is ze ook verstandig, vraag ik mij nu plots af. Waarom, Mark? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, maar... nee. Well, she's not, zoals de Engelsen zeggen, she's not the sharpest knife in the drawer. Ze is niet het scherpste mes in de schuif. Maar ze heeft wel het scherpste lichaam. En om dat te behouden is ze 6 uur per dag in de weer met fitnessoefeningen. De oefeningen met die ijshockeyspelers niet meegerekend. Ja. Hoeveel uur per dag besteedt u aan uw lichaam? Ook de oefeningen met de ijshockeyspelers niet meegerekend? Pak dat een hele dag mee. Dat is al redelijke inspanning. Dat is toch al serieus inspanning. Ja, ja. Dus, Erik, hoe zit dat bij jou? Mogen we zeggen dat jouw lichaam je tempel is? Het is eerst met een vuilcontainer, denk ik. Ja. En zo te zien ben je niet eens goed aan het sorteren, Bevkada. maar,
Maar vertel, werd het nog iets met die Anna Cour enzovoort? Ja, van Jelubloe, merk. Viesrik. I'm going to practice my Russian once again. Oh, great. Yeah, perhaps you can translate. Spasiba. Thank you. Ah, yeah, that's true. Spasiba. Spasiba, yeah, yes. Thank you for that. Podmorubchev. Huh? Podmorubchev? Yeah, I don't know. Yeah, someone, I don't know. It has to do with sex and a guy called Jeff, but Podmorubchev. But it's not. Я ваш люблю. Oh, I love you. Я ваш дуже люблю. I love you too. Yeah, but perhaps we're going too fast here. Perhaps we should get to know each other better. But I'm just translating what you're saying. I know. It's not like I said that. No. Or do you believe in Bovje Spervava Vuvuklada? Oh, in love at first sight? Yeah. I don't really think that love at first sight exists. I mean, for me personally, I think attraction definitely does. Okay. I think my time's up. Spasiba, Anna. And Tetikuras. 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 It's goodbye. I thought it was meant goodbye. It's Tetikuras. Okay, spasiba. I have to practice my Russian. Thank you very much. Zwaar, het is ook meer. Het is Tetikuras en niet Tetikurus, hè? Dus, denk ik. Tetikuras. Maar ja, je was in Rusland, dus dan maak je al gauw Rusland natuurlijk. Maar die Podmorubchev, heb je dat ook van je Russische pennenvriendin geleerd? Nee, dat komt van een zeer oud Antwerpse mopje. Eigenlijk een van de eerste mopjes die ik als kind geleerd heb. En hoe gaat dat mopje? Het is een zeer oud mopje. Ja. Nee, het gaat over de vraag van wie zijn de uitvinders van de pil. Ja. En dat zijn er eigenlijk twee. Dat is een Rus, Podmorubchev. En een Chinees, Bang Van Jong. Kunnen we die mensen die dat mopje heeft verzonnen nog voor de rechtbankdagen? Of is het verjaard? Verjaard, oké. Ja. Kende u dat mopje, meneer Tobak? U mag liegen, meneer Tobak. Ja. Ik heb ook laten weten dat ik alleen maar op ernstige vragen zou. Ja, het is waar. Erik, heb je eigenlijk ook iets interessants te vertellen? Is dat toch zo slecht, niet? Nee, dat is waar. Denk ik, wat? Was toch zo slecht? Ja. Kun je niet daar gaan zitten? Ja. Ik denk dat ons dat allebei beter zou hebben. Ja, dat is waar. Ja. Ik heb nog wat weetjes, Mark. Ze is bijvoorbeeld opgegroeid in een van de armste wijken van Moskou. En haar ouders hebben ooit hun tv-toestel moeten verkopen om de eerste tennisrackets van Anna te kunnen bekostigen. Dus dat is één weetje, vast ernstig. Hè? En dan is er ook dit. In elk land dat ze bezoekt, neemt ze een popje mee. Een poppenmieke. Ze is bijvoorbeeld ooit uit België vertrokken met Freya van den Bossen in haar bagage. Ja. Dat heeft hij toch teruggegeven. Ja, dat is waar. Dat was heel mooi. Wie zie je deze week, Erik? Janet Jackson? Nee. Deze week heb ik vreemd genoeg nog geen afspraken. Dus de sterren mogen eigenlijk zelf bellen. Dat zullen ze zeker doen. Of mailen naar javasdojeluplu@tetikerus.be. Een week had je gezegd dat je Venus Williams ging interviewen. Hoe kom je dan bij Yannick Noah terecht? Wel, het was de bedoeling dat ik Venus Williams zou interviewen op de Proximus Diamond Games, maar ze heeft in laatste instantie afgezegd. Ze was dus blijkbaar getipt over dat interview. Maar gelukkig is er niet zoveel verschil tussen Venus Williams en Yannick Noah. Ze hebben dezelfde huidskleur. Het zijn of waren allebei beroemde tennissers. Ze meten allebei 1,90 meter en het zijn ook... het zijn allebei venten eigenlijk. Ja. Maar Yannick Noah die spreekt Frans en jij komt uit Antwerpen, dus heeft hij jou verstaan? Ik had 1 week tijd om Frans te leren. Okay. J'ai vu mon père. Maar... Ah, ja. Versta jij dat erop? Kut met peren? Nee. Vertel eens, Erik, hoe oud is die Noah ondertussen? 50, 60? 80. Nee. Hij is 43, wat een pak jonger is dan sommige tv-presentatoren. En het is ongeveer 20 jaar geleden dat hij Roland Garros won, zijn bekendste prestatie. Het was een fijne tijd. Antwerp speelde nog Europees. Jij was nog niet grijs. Rob was nog niet aan de drank. Maar vooral het mannentennis was nog heel spectaculair en emotioneel. Er werd al eens merde geroepen. Er werd gevochten, er werd gehuild. En Yannick Noah was zo'n beetje de ultieme showman in die periode. Hij bracht er altijd en overal de sfeer in. Hij was een beetje de Karel de Gucht van het tennis, om het zo te zeggen. Ja. En daarover gaat ook het eerste filmpje. Laat zien. Wim je Noah, hoe Yannick, ik spreek hier. Yannick, ça va, ouais, c'est un peu vite, ouais. Okay, c'est plus court. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a un journaliste belge qui vous a décrit une fois comme un véritable rayon de soleil.
Comment s'appelle-t-elle? Elle est très jolie. Hein? Tu n'as pas son numéro de téléphone? C'est un homme. Ah, ma fille, c'est un homme. Tu me dis une journaliste. Ouais. Hein, bon, ah, ouais. Non, c'est mon français qui. Ah, c'est ton français. Qui pas. Je suis un rayon de soleil. Bon, écoute, j'essaye de montrer l'aspect positif, ouais, parce que j'ai toujours pensé que j'étais une personne privilégiée. Mais des fois, à la maison, je suis une grosse merde. Vous étiez aussi un tennisman plutôt émotif. Hein. Vous savez, des fois, des gars qui gagnent des choses incroyables et qui disent yes. Voilà, c'est normal. Donc tu te dis, mais quand est-ce qu'il a un orgasme? Tu vois, l'orgasme de ce gars-là, ça va être. Tu vois, ça va être assez. Un peu triste, quoi. Ouais. Tu vois, enfin, surtout pour lui et pour sa femme. Mais ça, ouais, j'ai eu des émotions fortes, mais que ça peut être des larmes, ça peut être aussi des explosions. Que peut-être qu'il y a des gens qui appellent ça être vivant. Okay. Hij draagt nog altijd die beroemde dreadlocks, hè, Yannick ja. Noah. Zou jij daarmee staan, Rob? Zo'n inktvis op mijn kop. Zo'n dreadlocks, is dat een gemakkelijke dracht eigenlijk? Het schijnt vooral bij het slapen heel moeilijk te zijn. Het is alsof je op Franse broden ligt, heeft Yannick Noah ooit gezegd. Ja? Ja, en hij heeft al op van alles gelegen, volgens mij. Dus hij kan het weten, denk ik. Maar, misschien voor het niveau zullen we best volgens mij. Vind ik graag. Est-ce qu'il y a des secrets? Parce qu'on dit, parfois que la coiffure Rasta, ça ne se lave jamais. Est-ce que c'est vrai ou c'est... Ça se coiffe jamais, mais ça se lave toujours. Parce que sinon, tu sens, il y aurait des animaux, ça serait un genre de zoo, tu sais. Tu laves, tu essuies, tu secoues et c'est tout, quoi. Ouais. Voilà, peut... voilà le secret. Donc tu peux le faire. Je vais bien. Mais pas lui, il peut pas le faire. Wie deed de camera? Nick Balthazar. En Kit Coco deed de klank. Heb ik dat goed gehoord, Erik? Dus jij vraagt ongegeneerd aan Yannick Noah of hij zijn haar wast, terwijl jij hier doorgaans zit met de vettigste kop van West-Europa. Het is een beetje zoals Hugo Kovelier aan zijn kinderen zou vragen of ze wel hun tanden poetsen. Ja, enfin, ik was totaal verkeerd geïnformeerd. Door Hugo Kovelier trouwens. En ik had het kunnen weten, want hij draagt de dreadlocks op zijn kin. En dat is natuurlijk een geweldig verschil. Maar... Ja. Ik zal het maar vragen voor je er zelf over begint. Heeft Yannick Noah ook een seksleven? Ja. Enfin, ik vermoed het. Er wordt vaak gezegd dat hij na zijn tenniscarrière een soort zennisser is geworden. Omdat hij heel veel bezig is met spiritualiteit. Doet ook elke dag aan yoga en meditatie. Dus ik vermoed dat hij eigenlijk vooral zogenaamde tantristische seks beoefent. Enfin, dat noemen ze zo. Ken jij dat, Rob? Nee, maar ik sta open om het te doen. Er zijn veel volk en zo. Nee, bedoel... Erik, wat is dat precies, tantristische... Wel, het komt uit Indië. En simpel uitgelegd is het seks die je vooral spiritueel beleeft. Waar dus heel veel strelen aan te pas komt en waarbij ook het orgasme uitstelt en zo. Bij ons op de voetbal noemen ze trouwens niet tantristische seks, maar triestige seks. Het is dus niks voor jou. Nee, het is niks voor mij. En volgens mij is het zelfs gevaarlijk, want ik heb één keer een orgasme uitgesteld en ik loop er nog altijd mee rond. Maar we waren bij onze zennister. Hij loopt toch ook niet op blote voeten rond en zo? Ja, hij loopt wel op blote voeten rond, ja. Het is een echte stielbederver, zou Fredje de Burggraaf zeggen. Maar hij is wel een heel toffe en warme mens gebleven, ondanks al dat filmpje. Ja. D'après ce qu'on dit, vous marchez très souvent pieds nus. Je ferme mes yeux, je suis pieds nus. Normalement, je suis bien. Parce que je suis dans un environnement où je peux être pieds nus. Donc, il y a une forme de liberté. Normalement, c'est un endroit où il ne fait pas trop froid. Et j'aime pas avoir froid. Et normalement, ouais, normalement, ça commence à sentir un peu les vacances. C'est ça. Et moi, j'ai des zweet pâtés. Qu'est-ce qu'on dit au fond? Des pieds qui... Je peux voir votre coiffure ou est-ce que ça tombe? Yes man, tu veux un peu, tu veux un petit bout? Tu veux un petit bout? Non, je vous confirme qu'il n'y a pas d'animaux dedans. Ouais. Voilà. C'est très bien. Merci beaucoup, monsieur. Vous m'avez compris, je suis déjà en français. C'est impeccable, c'est impeccable. Salut. Salut. Ja, het woord impeccable had ik eigenlijk niet verstaan of niet begrepen. Maar nu met die ondertitels wel voortreffelijk. Ik denk dat ik trots mag zijn. De eerste betekenis van impeccable is hopeloos.
Maar vertel, wie ga je deze week lastigvallen met je zweetpatekens? Deze week zie ik Ben Affleck. Dat is een Hollywood-acteur. En de man die ook om de zoveel maanden gaat trouwen met Jennifer Lopez. Maar altijd op het nippertje kan ontsnappen, blijkbaar. Daar kunnen we dus nog veel van leren. Bedankt, Erik van Looy. Dank je.